Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan we de Revo testen. Let's go. Oké, jongens, ik zie de comments al. Wanneer komen de perfect media? Komt eraan. Ja. Het heeft even zijn tijd nodig. Maar... We willen iets tofs doen. Maar omdat jullie echt niet kunnen wachten, dat hebben we al gemerkt op het webshop. Bijna views online. We hadden hem letterlijk online. En ik weet niet hoe. We hebben geen reclame, niks gemaakt. En in één keer. Ja. Alle mensen gingen bestellen. Wat gingen ze nou precies bestellen? Ze zijn er weer dit jaar. Kijk eens. De pyro aanstekers. Maar. Ja. Ja, maar, niet zomaar. Kijk eventjes op pyro4u.nl en dan ga je schrikken. Want er is veel meer dan alleen de pyro aansteker. Want het is namelijk een gelimiteerde pyro aansteker. En daar zijn er maar echt 500 van. Daar zijn er echt 500 van. Die, zijn, die worden niet bijgemaakt. Als ik en Koen eentje nemen, dan zijn er nog 498 van. Dat ook op de website, dat er dus 498 staat een mooi verhaal bij. Staat een prachtig mooi verhaal bij. Check eventjes. En een kleine preview. De brandblusser. Kijk eens. Prachtig ding. Daar lijkt hij een beetje. Daar lijkt hij. Maar laat eens nog eentje zien. Van, dit is de pyro. Voor de mensen die hem niet kennen bedoel ik. Dat kan bijna niet. Mensen die dit niet kennen, de pyro aansteken, de enige echte. We hebben nieuwe kijkers, hè? Oh ja, dat is zeker waar. Nou, dit is de pyro aansteken voor veilig vuurwerk af te steken. Maar check gewoon even de website, daar staat alle informatie. Precies, pyro voor je. Oké, we zijn weer op zoek naar een best wel uniek model. We zijn weer bij Toemen. Ja. Met een mooie vlag, hè? Ja, prachtig hier. Hoppa, even afkloppen. Even afkloppen. Maar we zijn op zoek naar een klein, snel, compact auto. Die ook vaak is aangevraagd in de comments. Precies, wij doen nu eigenlijk bijna alleen maar op aanvraag. Jullie kunnen hier dus hieronder in de comments laten weten wat moeten wij gaan testen uit deze prachtige winkel. Oh, kijk dit dan even. Dit kan je ook aanvragen. Maar ik weet wel, de kijkers zijn heel fan van Traxxas. Ja, inderdaad, want het is weer een Traxxas. En dan komt hij als topcomment en dan bestellen wij hem, zeg maar. Dus dan halen we hem op hier en dan gaan we hem testen. Of hij ligt er in één keer bij ons op kantoor. Dat kan ook, want ze versturen ook. Maar... we gaan even kijken waar hij ligt. Hé hey, jongens. Hé, hey, daar is Gijs weer. Ja. Aan het werk, hoor. Wij komen wat ophalen. Jullie komen wat ophalen? Ja. Waar komen jullie ophalen? Ik denk die in de hoek daar. De iRevo 1 op 16. Ja, maar. En maar wel de snelle. Snelle. De snelle. Ja. Maar we konden het verschil niet zien. Je hebt de 50 en de 80. Ja, dit gaat 50. Ja. Ja. Dit gaat een 80 op 2 NMA accu's. Of op een 2S Lipo. Oh, dus het is hetzelfde auto, maar het ligt er aan welke accu's je erin doet. Ja, het is dezelfde auto. Alleen met een andere motor set. Dus hij is een soort van getuned. Je hebt een getuned. Ja, hij is inderdaad een soort van getuned. Klinkt dat goed. Leuk. Dat willen we. Leuk. Heel mooi. Oh, joh. Oh, joh. Dit is de langzame variant. Oh, dus ik, 50. Oh, ik dacht juist groter, dit is de snelle. Nee, dit is de snelste variant. Oh. Het gaat echt. Geen idee, joh. Ik dacht echt dat dit hem zou zijn. Het gaat echt als de brandweer. 80, zei je? Ja, 80. 80 voor zo'n klein autootje. Ja. Nou, deze en wat is de prijs van die? Deze zit op 3,49. Oh ja. 3,49. Klein, maar fijn. Dat is wel prijs. En de langzame variant zit op een 2,29. Adviseren waar de beste rijen? Skatebaan? En niet te ruig terrein, omdat hij heeft wat minder bodemvrijheid. Ah ja. Maar je kan er eigenlijk wel overal mee uit de voeten. Nou, doe er maar één. Maar niet, geen duinen of zand lopen, want die kelders... Dan moeten we deze, want dit is een grote broertje. Dit is de grote broer. Dit is de grote broer. Ja, dus dan zouden we eerder dit zo moeten kiezen. Maar, we zijn hier. Precies, we nemen die mee. Is alweer betaald. Oké, mannen. We zijn weer terug hier, en we hebben wat extra's erbij besteld. Ja, want, klopt. Leg eens even uit. Nou, jij hebt hier twee zakjes, twee stekkertjes. Ja. En dat zijn niet zomaar stekkertjes. De ene is voor snel, dus dan gaat hij 100 km per uur met twee accu's. Dus opvoeren, zeg maar. Opvoeren, echt. Inderdaad. En de andere stekker is dat je langdurig kan rijden. Ja. Dus dan heb je meer plezier, maar je gaat niet 100. Nee, dus dan kan je met, want je hebt namelijk, kijk, je hebt één accu, die horen er zeg maar in. Hoort standaard één accu in. Maar we willen opvoeren. We willen opvoeren. Dus dan hebben we twee accu's. Want die optie is er namelijk bij deze auto. Ja, en dat hoort ook echt. Ja, ja. Dit is ook weer van Traxxas. Ja, precies. Dus je hebt een optie om op te voeren. Moet je een accu'tje erbij kopen, een stekkertje. En wij hebben gekozen. Kijk, dit is dus zeg maar voor langer. En dit is voor power. En wij willen power. Dat dacht ik dus al. Dus wij gaan de snelle testen. Daar gelijk de power in. Hè? Ja, we voeren hebben twee accu's. We gaan meteen vol gas rijden. En besef dat hier ook nog een grote van is. Hè? Hier is ook een grote versie van. De grote broer. Dit is de kleine jongen. Jullie wilden Traxxas. Dit is weer een van de eerste Traxxas hieraan. Maar er gaan flink wat Traxxas aankomen. Och. We hadden hem al even open gemaakt, omdat we eventjes moesten kijken waar het opvoeren hiervan. Ja, en het laden. En het laden en alles erop en eraan. Maar. Wat een kleintje. Ja, ik was even vergeten hoe klein die was. Hoe ik zeg. Ja. Ja, heel klein ding. Och, maar dit is wel weer kwaliteit, hè? Een kaartje. We gaan... Oh, dat is altijd lief, hè? Zo'n kaartje eraan. Zo'n kaartje eraan. Zullen we eens even kijken of er op het kaartje staat? Dat kaartje moet je denk ik nooit lezen. Check hoe gevoelig dit ding is. Als je één keer gas geeft. Oh, voorgas. Ja. Hij heeft wel power, hoor. Okay. Zoiets. Zo, hij is echt snel. Ja, hij is echt heel snel. Kom dan. Nou, laten we naar buiten gaan. Voordat we het echte maximale uit de auto kunnen halen, moeten we ook eventjes het tandwiel vervangen. Dus dat ga ik ook even doen. En de motor is los. De motor is los. Het is wel lastig.
op zich. Maar wel beter dan dat merk. Nee, waar is hij? Ja, onze driftauto. Onze drift. Dat was echt slijpen en alles. Dat was echt dikke drama. Maar deze zit ook wel echt goed ingepakt. Kijk eens. Dit is hem. Dit tandwieltje moet vervangen worden. Voor die. Voor die. En wat is het verschil? Echt bijna niks. Ja, iets kleiner. Iets kleiner. Altijd kleiner, hè? Ja, precies. Je moet er nooit een groter op zetten. Accu's er weer in. Deze er weer op. Hoppakee. En net dachten we, zo, het gaat hier hard. Nou, dat was het dus niet. Nu denken we, jeetje, gaat nog harder. Ja, het scheelt niet heel veel. Het scheelt 10 km per uur, dus hier binnen maakt niet zoveel uit. Ik denk eerst off-road. Eerst off-road. En dan flink de lucht in. Wel één ding. Off-road is prima, maar niet in dat hoge zand. Nee. Gewoon, Hebben we wel een ander modelletje hier toevallig liggen. Die doen we volgende week. Of over twee dagen. Over twee dagen. Ja, precies. Dus dan doen we even een andere, die gaat off-road. Die kan 100 off-road. Dat is wel vet. Ja, dat is heel vet. Ook eentje van Trexxas. Maar nu eerst gaan we... Oeh. We hebben een mooie Trexxas. Klinkt wel lekker, hè? Trexxas. Kijk, kunnen ze die hoofdkapje verbuigen voordat hij hem aan krijgt? Ja, is waar de knopjes op. Ik zie je. Kijk, heel, echt een heel raar knopje. Hey. Met de tandwiel, hè? Ik heb het idee... Oh, die hond gaat het pakken. Oh, die komt er rond aan. Ik heb het idee dat hij non-stop slipt. Kijk. Vol gas. Ik zal wel 80 zijn. Ik denk het niet. Ik vind dit niet echt... Oh joh, hij pakte daar weer grip, hè? Dus... Zal die slippen non-stop? Dat zou kunnen. Probeer eens hier ook. Ready? Ja. Oh ja, ja. Hier gaat het wel sneller. Dit is zeker wel. Ja, dit is wel 80. Dat is echt heel rap. Dit gaat heel hard. Jeetje. Ja, dat gaat snel. Ja, je voelen? Ik ben wel benieuwd, ja. Mensen voorbij zijn. Dit is wel, als je dit tegen je enkeltje aan doet, het wel pijn. Maar niet gebroken, nee, precies. Hij is echt rap, hè? Ja, okay. Het is echt zo'n turbootje. Daar kom ik. Ja, vlieg hier. Zo. En hij ligt recht. Echt lekker, ik vind hij wel vet. Ja, ik vind hem ook wel vet. Maar een beetje drift met het. Nou. Jeetje. Zo. Ja, dit is gewoon nog steeds slippen. Pomp hem vol langs. Ja, vol gas. Aanloopie. Hij is wel lekker om het te controle te krijgen. Ja, hij is wel... Oh. Zo. Ja, en dan komt hij. Oh. Ik wou nog zeggen, ja, nee, ik wil niks aan, hè. Oké, er komt niks aan. Doortje autobaan. Ja, het is... snelheid niet. Het is wel een leuk autootje, hoor. Je komt slippend de bocht door. Wow, die steentjes. Al die stenen. Ja, gras heeft hij moeite mee, hè. Ja, hier ook. Zo. Hij kan het, maar het is niet lekker. Het is niet leuk. Dit is een snel monstertje, maar let op een klein drempeltje. Zo. Zo. Zeker. Holy shit. Nog één keer. En weg is hij. Hij is wel lekker onder controle te houden. Ja, hij stuurt wel echt chill. Komt ie. Vliegen. Wel het idee dat de power al minder is. Ja? Snel skatebaantje. Kijk. Oh ja. Oh, de power is zeker minder. Oh ja, hij is leeg. Oh, dus hij gaat wel snel leeg. Oh, twee accu's, hè? Ja. Maar geen groot, ja. Ja, hele kleine accu'tjes. Hé, maar ook snel vol. Dat is waar. We gaan weer laden dan. Ja, we gaan weer laden. Maar op zich... Even voor nu conclusie. Hij is best wel stabiel. Hij valt niet snel om. Hij stuurt heel lekker. Iedereen kan hem recht houden. Ja. Dus dit is echt wel een goede, snelle beginnersauto. Ik denk dat dit een hele leuke beginnersauto is. Ja, alleen jammer dat hij snel leeg gaat. Maar door die opladen is hij wel weer snel vol. Precies. Een beetje min pluspunten. En weer het tandwiel vervangen is wel leuk altijd. Ja, dat is wel altijd grappig om te doen. Maar ja, ik vind het een leuk speeltje. Alleen snel leeg. Dus eigenlijk moet je er 4-5 accu's bij hebben. Ik ben benieuwd naar het grote broertje. Hiervan. Ja, er is ook een groot broertje. Ja, maar dat is dus weer groter en lomper. En dat is alweer, zeg maar, als die gaat, dan gaat. Dan gaat hij. Ja, en deze is gewoon een beetje links, een beetje rechts. Dit is echt spelen. Hier gaat iedereen echt wel een beetje mee beginnen. Die er wel iets van kan. Honden vinden het echt geweldig. Hond, hè? Hop die hond af. We komen op een skatebaan en het regent. Het mooiste skatebaantje van Almere. Precies. Maar het regent. En omdat het regent is het dus nooit druk hier ook. Nee. Qua skaters, want het is super glad. Maar perfect voor... Een autootje. Ons autootje. En we hebben weer een nieuwe microfoon. Ik hoop dat dit wel goed is. Precies. Weer een nieuwe. Ja. Maar... Ik zeg, Koeno. Zet hem aan en we gaan meteen de boom in. Komt-ie.
Is hij recht? Nee. Geen geluid gedraaid. Oei, 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 oei. Oh, accu los. Is accu los? Ik kan hem niet meer bewegen. Ja, nee. Uh-oh. Nu al? Nu al. Hij landde echt zo, boem. Echt kaart. Ja, wat wij wilden eigenlijk zeggen, Trexus is een relatief hoog kwaliteitsmerk. Zeker, is het ook. Is het zeker. Dat zie je ook in de prijs. Ja, en dat gaan we testen. Ja, maar echt, we willen kijken of het echt kan. Dit was een aardig jump. Dit was een flinke jump. Is er iets los? Oh, ja, okay. De hele stekker is los. Dat verklaart dan ook. Oké, en dan? Ga. Hij doet het weer. Ik ga hier bovenop. Maar aangezien het erg glad is... Ja, ik leef nog. Kom maar door, Koen. Nou, hier staan, dan kan ik hem misschien recht. Ja, 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 is goed. Ja hoor, nee! Hij stuit er net op. Nog een keer. Hé, hij doet het wel nog. Het is echt glad hier ook. Komt u, volgas. Ja, netjes. Ja, netjes. Nice. Jij hem is de lucht. Ja, 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 ja. Kijk hem gaan. Het is wel lekker glij hier nu. Ja, echt, kijk hem. Doe eens een half pijpje, gewoon zo'n schuine. Kijk hem gaan. Oh, ja hoor. Och. De boom. Kut. Accu los of niet? Nee, 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 nee. Ja, rij hier dus. Nou! Kijk, ja, lekker! Het is een beetje gemaaid, hè, hier. Ik zie ook dat heel veel mensen met de scooter hier burn-outs hebben gedaan. Dat is onze auto geweest, denk ik. Nee. Ja, onze RC-auto. Scheepbaantje is wel leuk, hè? Ga eens in. Hier, hè? Doe eens in die kom. Hey, eigenlijk moeten we een keer met zo'n driftauto hier. Hij gaat gewoon niet stuk, hè? Hier, vol gas. Oh. Netjes? Oh, zullen we die eens pakken? Dat was toen te druk daarvoor. Oh. Oeh, de accu! De accu, nee! Hij doet het nog! Zo! Ja, deze is niet kapot te krijgen. Sterk, hoor. Deze is Sven en Koenproef. Hé, hey, hij is wel stuk! Nee. Kijk! Nee, dat is gewoon een schroefje. Ja, hij is wel stuk! Je hebt daar een klemmetje. Nee, die kan je weer terug in... Nee, maar eerlijk, gewoon zo hard landen op asfalt. Of beton. Op beton. Gewoon harder kan niet, hè? Ah, hij zit weer. Ja. Hij was niet stuk. Maar zullen we dat jumpy eens pakken? Want die is nog hoger. Deze hier. Deze gaat echt stijl. Komt ie. Oh! Ja! Kom, deze kant op. Oh! Oh, doet hij het nog? Die hele accu vloog eruit. Is de accu los? Ja, moet je kijken. Hij ligt helemaal daar. Nee. Oh, nee. Oh, dit was wel een klap. Het begint wel harder te regenen. Maar hij is ook waterproof. Alleen onze camera niet. Onze camera niet. Maar even, ja. Hey. Ja, ik, dit is kwaliteit hoor. Oh. Hij moet weer aan. Oh ja. Ik schrok. Hij doet het weer. Oké, doe die jump weer. Oké, vol. Recht. Ja. Recht. Nice. Lekker. Nog een keer. Oh, maar dat is jammer. Die was een beetje anders. Zo, maar dit was wel een jumpy hoor. Zo, kijk hoe gaat. Oh. Oeh! Doet hij het nog? Nee, accu weer. Ja, denk het ook weer. Doet hij het nog? Is hij nu wel stuk? Kapot. Nee, echt? Is hij nu echt stuk? Nee, natuurlijk niet. Hey, had jij verwacht dat hij zo lang zou doen? Nee, echt niet. Met jullie erbij. Nee, hé, hey, Timo, ik heb een idee. Kijk, wacht. Kijk, als jij hem zo doet, dat hij precies hier zo er langs valt, zo. Ja. Geeft Koen vol gas, pakt hij die schat in en de dan boom. Landt op het gras. In de boom. Wacht even, dan ga ik aan de overkant staan. Kom maar! Hoi! Zo! Timo, vang hem! Zag mijn leep voorbij flitsen. Hey! Ja, maar ja. Stuur recht. Oh! Nee, hij landde goed! Recht. Hij landde wel goed, alleen hij kiept er weer om. Hij doet het nog wel. Ah, nice. Ja, het is gladjes hier, hoor. Hey, eerlijk, dit is wel vet, hoor. Maar dat, misschien ook omdat hij niet zo zwaar is. Ja, omdat hij heel klein en licht is, denk ik. 80 km per uur, ja. Hij gaat wel echt snel leeg. Dat moet ik wel echt eerlijk bekennen. Wow, check dat gras eronder, hé. Jut! Oh, dan mik ik op die kit. Oh. Man, ja. Oh, jutje. Vang jij hem? Ja. Hey, doe je voorzichtig, Timo, met je voetje op dat ding. Ja. Oh, jutje. Chocolerers. Hij doet het nog. Hij doet het nog. Het is me wel een leuk autootje. Ja, hij heeft wel echt kracht. Vooral het leukste vind ik eigenlijk wel altijd dat driften. Ja, dat slippen en zo. Ja. Gewoon dit.
Oh, hier gaat hij recht omhoog. Hier is wel leuk. Oh, nice! Oh, kap is wel los, maar... Kijk, zijn motorkap staat open. Huh? Hoe kan dat? Waar zijn die clipjes? Ik denk die clipjes zijn er echt wel afgeknald. Mag ik hebben reserveclipjes? Zeker. Die hebben we nu niet bij ons. Nog een keer proberen? Nog een keer. Komt ie. Nice! Had jij een reserveclipje bij je? Ja, ik heb nog zo'n clipje. Oh, dan even een reserveclipje. Oh. 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 Oeps. Ja, dit is niet goed. Van de knal van net. Ik denk van dit. Nee joh. Dat heb je nou weer gedaan. Oh. Niet oh. Ik denk dat dit een drukkertje is. Nee, het is geen drukkertje. Ik zie hem. Kijk. De opvang is. Nee. Oh, hij is echt gebroken. Nou, wat we zeiden is het niet zo. Geen eens een harde klap, hè? Nee, het was nu niet echt een harde klap. Maar het kan dus wel een stuk. Ik denk, alles kan kapot. Ja, dat zeker. Dat denk ik ook. Doet hij het nog? In de plas. Pak een schantje. Nice! Hij gaat zo weer weg. Schantje. Hij rijdt beter, ja, of niet? Jij nog meer grip. Je ziet ook niet dat hij stuk is nu. Nee. Hoppa! Oh. Deze is echt leuk. Oh. Nog een keer. Hij is wel echt glad. Oh, deze, hier kan je echt lekker oefenen, ja, denk deze ik. Deze is echt leuk. Deze is echt leuk. Kijk dat. Oh. Wow! Die was nice. Wow! Dit is wel echt een tuning auto hoor nu. Hup. Oh. Wel meer grip hoor nu. Ja, het lijkt er wel op, hè. Jump. Oh. 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 Die andere is de... Nee, hij is nog wel. Hij is er wel bijna af. Heeft hij wel aandrijving nog? Tjo, hij heeft nog wel aandrijving. Hey joh, €2 voor de reparatie. Huh? Dit is geen €2. Jawel. Nee, kijk. Ik weet zeker dat je deze kan inleveren. Kijk dit. 100% kan je deze bij de maar snackbar wat is dit? Inleveren. Eerlijk, in de comments, wat is dit? €2. Nee, kijk. €2. Er staat geen €2 munt. We gaan nu naar de snackbar. Oké, is goed. Hij voelt ook heel licht. Maar we nemen hem maar mee. Doe eens een jump, Timo. Doe eens een backflip proberen. Ja, probeer jij eens een fronte backflip. Doe eens vanaf die kant gewoon een volle die backflip. Die jochies. Doet hij hem daar? Wacht, ik ga een beetje bij die hoofd doen. Ja, denk ik. Timo's eerste backflip. Oh shit. Woo! Ja! Oh! Wow! Wow, Timo! Wow! Wow, die landen nog een keer. Dat lukt je geen tweede keer. Nee, dat lukt je echt geen tweede keer. Hé, maar eerlijk. Mensen denken, waarom testen jullie hem zo extreem? Wij willen proberen in één video te laten zien hoe sterk is dat ding nou. Dit hebben we ook bij die grote gedaan, hè? Klopt. En die ging echt niet stuk. Komt die. Maar... Maar hey, besef dat hij nog steeds doet. Ophanging kost wat. Ja, hij is nu wel leeg, denk ik. Volgens mij een paar euro kan je op Toomen kan je onderdelen bestellen en hij is weer gefixt. Dus ja, want dat hebben ze ook, hè? Onderdelen. Ja. Die kunnen we gewoon bestellen. Kopen zo'n setje en dan is het klaar. Komt ie! Backflip! Ja! Nou! Hoppa! Ja, iedereen kan wel rijden met dit ding. Het is echt kijk, een leuke auto. Hoe overal tegenaan knallen. Echt. Ja. Kijk, ja, vet, hoor. Kijk hoe gaan. Iets naar achter. Oh! Ja, we gaan. Normaal ben je echt als je valt dat je denkt, kut, hij is gepast. Oh, oh. Tambabé. Wat een klapper was dat. Nou, hij heeft flink klappen gemaakt. Zeker, en hij doet het gewoon nog. Nee, hij is kapot. Hij doet het nog wel. Hij doet het wel, maar hij is wel kapot. Ja. Nee, maar hij moet gemaakt worden. Ja, een plastic dingetje. Hij kostte €350. Juist. Ja, ik weet, ja. Kijk, oh, wacht eens. Deze kost €230 uit mijn hoofd. Dan kies ik zeker links. Zeker, want deze kan bijna niet buiten. Deze is leuk als je een groot huis hebt. Ja. Dus ik zeg, eerlijk gezegd, 100% deze is weer de Traxxas komt eruit. Ja, want, maar deze is echt wel sterk. We hebben echt... Ja, we zijn er grof mee omgegaan. Zeker. Grote broertje, die gaan we testen voor de volgende keer. Eindconclusie, hoop geld, maar wel echt een super tof ding. Ik geef hem echt een dikke 8. Ik vind hem ook echt een dikke 8. Hij is klein, maar fijn en super snel en kipt niet snel om. Dat is wel belangrijk. En ik denk als je normaal ermee rijdt, dat je heel veel plezier ervan kan hebben en dat hij niet snel stuk gaat. Dat denk ik ook. Maar wat ik wel weet, wij gaan weer een stapje verder. Dit was een kleine Traxxas. Wij gaan voor grotere. Let's Mensen, go. Bedankt voor het kijken. Later.